De controverse rond de pikante berichten van Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, escaleert verder. Tijdens het recente verjaardagsfeest van Jos Verstappen in Dubai werd Horner geweerd, een teken van de groeiende spanningen. Na beschuldigingen van ongepast gedrag tegen zijn vrouwelijk teamlid, werd Horner aanvankelijk vrijgesproken na een intern onderzoek van Red Bull. Echter, gelekt wat verkeer tussen hem en het teamlid heeft de zaak opnieuw op scherp gezet. Jos Verstappen, vader van coureur Max Verstappen, heeft publiekelijk zijn afkeer geuit tegenover Horner en pleit voor zijn vertrek. Hij vreest dat de situatie het team uit elkaar zal drijven en beschuldigt Horner van het creëren van problemen terwijl hij zichzelf als slachtoffer afschildert. Bovendien gaan er geruchten over de relatie van Horner met zijn vrouw Geri, voormalig lid van de Spice Girls. Britse media rapporteren dat Geri zich extreem vernederd voelt door de aantijgingen tegen haar man. Dit heeft mogelijk zelfs geleid tot spanningen binnen de Spice Girls. Waarbij Geri zich niet voldoende gesteund voelt door haar voormalige bandleden, waaronder de Beckhams. Deze ontwikkelingen werpen een schaduw over Horners reputatie en kunnen mogelijk de dynamiek binnen Red Bull Racing veranderen, terwijl ook zijn persoonlijke leven onder druk staat.